wetenschapsliefhebbers. We zijn hier vandaag met onze Universiteit van Vlaanderen Summer School te gast bij Barbriaal in Mortsel. Om het te hebben over kanker. Niet meteen het meest vrolijke onderwerp, maar toch. Straks zitten bij Jacot aan tafel drie gasten en die proberen alle drie vanuit hun expertise kanker te bestrijden of op zijn minst het leven van de kankerpatiënten te verbeteren. Hoe worden kankerbehandelingen steeds beter? Oké, welkom alle drie. We zitten hier met drie kankerexperts aan tafel, maar elk vanuit een helemaal verschillende discipline. Ik heb hier aan mijn rechterzijde professor dr. ingenieur Maarten de Vos, ingenieur aan de KU Leuven. Dan hebben we dr. Jolien Robijns, biomedisch wetenschapper aan de U Hasselt en dr. Giorgio Hallaert, neurochirurg aan het UZ Gent. Welkom alle drie. Maarten, ik ga misschien bij jou beginnen. Jij bent dus ingenieur elektronica aan de KU Leuven. Een ingenieur, maar je bent ook verbonden aan de faculteit geneeskunde. Leg dat eens uit. Wat doet een ingenieur tussen de dokters? Mijn passie was altijd voor ingenieurstechnologie te ontmaken voor betere patiëntenzorg. Dus al tijdens mijn specialisatie elektrotechniek hadden we al een optie biomedische technologie. En dan kon ik dus al kiezen van, ja, kan ik enkele biomedische toepassingen in mijn doctoraat, in mijn masterthesis, in mijn doctoraat brengen. En we zijn nu echt op een kruispunt waar we technologie en AI ook nodig hebben voor betere patiëntenzorg. Je kan geen gezondheidszorg meer denken zonder dat daar ook technologie is, zonder dat daar een heel groot deel AI in de focus of achter de schermen gebeurt. Mm-hmm. Dus daarom heeft de faculteit geneeskunde ook gezegd dat wij hebben een aantal profielen nodig die echt tussen de twee staan en daardoor ben ik aan de twee verbonden. Artificiële intelligentie en gezondheidszorg, wat moet ik mij daar precies bij voorstellen? Artificiële intelligentie is op zich al een heel moeilijk concept, want het is heel breed. We kunnen natuurlijk beginnen filosoferen wat de intelligentie überhaupt al is. Ik denk de grootste vorm van artificiële intelligentie waar we vandaag mee bezig zijn, is geautomatiseerde intelligentie. Dus wat we eigenlijk proberen te doen, is de kennis die we al hebben te automatiseren en daardoor dus tijd vrij te maken bij de artsen voor de moeilijkere vraagstukken en de gemakkelijke dingen te vervangen door computergestuurde systemen. Ik denk dat een heel belangrijk aspect ook is, artificiële intelligentie is een hele reeks van technologieën. De grootste stroming op dit moment is data-gedreven, informatica. Dus wij gaan proberen een hele hoop data op te nemen of data die opgenomen is te collecteren. Daarnaast, naast data, hebben we ook graag labels. Dus we gaan naar de experts kijken die gaan zeggen van ja, deze patiënt heeft deze diagnose of deze therapie zou daarvoor goed kunnen zijn. En dan gaan wij dus eigenlijk proberen een verband te zoeken tussen die inputdata en die labels. Kunnen we daar extra inzichten uit halen? Kunnen we daar de inzichten die al bestaan gaan verifiëren en gaan checken? En u ziet, er zijn eigenlijk twee grote voorwaarden. We hebben data en veel data nodig. En nu hebben we dus ook in de gezondheidszorg heel veel digitale technologie, digitale beelden, elektronische health records, wearables, waar we het nog over kunnen gaan hebben. Dus dat is één zaak, dus die data. En de tweede is, ja, we hebben de expertise van de artsen natuurlijk nodig. Dus het doel is nooit om hen te gaan vervangen. Het doel is echt om hen te ondersteunen en om de diagnose en de therapeutische inzichten te verbeteren. Ja. En heel concreet kan zo een ondersteuning dan zijn, een computerprogramma dat helpt bij de detectie van een tumor. U vraagt detectie van een tumor, dus dan spreken we over beeldjes. De hoeveelheid beelden die in een ziekenhuis worden opgenomen, die zijn niet meer door mensen na te kijken. Dus wat het algoritme gaat doen, de artificiële intelligentie, gaat kijken van zie, hier is potentieel iets mis. En dan worden die beelden nog eens aan de radioloog voorgelegd en aan de kankerspecialisten. Een soort van preselectie dan of zo? Dat is een zeer goed voorbeeld van preselectie dat achter de schermen gebruikt. Dus daar moet je zelfs niks voor doen, dat wordt automatisch gebruikt. Natuurlijk kunnen we ook een stap verder gaan en gaan kijken van ja, kunnen wij bijvoorbeeld het type kanker voorspellen? Kunnen wij de prognose van de patiënten verbeteren? En dan heb je zoiets dat waarschijnlijk een beetje naast de arts leeft en waar de arts ook kan zeggen van ja, ik geloof dat, ik volg dat. Of soms maakt artificiële intelligentie ook fout. En dan kan de arts ook zeggen van ja, hier weet ik toch op basis van informatie die niet gezien is, oké, deze patiënt gaat een andere prognose hebben of ik ga die toch een andere therapie voorschrijven. Kan AI beter tumoren herkennen dan mensen? De vraag is, wat is het politiek correcte antwoord hier? In theorie kunnen wij niet beter doen dan de menselijke intelligentie, om de simpele reden dat wij naar de labels van de mensen gaan kijken. Natuurlijk. Zoals ik gezegd heb, we gaan proberen die te doen, dus 100% is ons maximum. Dat wil niet zeggen dat we niet beter kunnen doen. Het is eigenlijk
geen wedstrijd. Het is niet van de een gaat de andere vervangen in de meeste toepassingen. Mm-hmm. Maar het is echt van hoe kunnen nu technologie en arts, artificiële intelligentie en arts, samen beter worden. En we zien dat in een aantal voorbeelden waar dat dus wat die collaborative AI echt beter wordt. En de artsen worden niet alleen efficiënter, maar de finale patiëntenzorg wordt ook gewoon beter. Mm-hmm. Waarom is AI daar zo goed in? Omdat computers en algoritmes heel goed door grote databanken kunnen gaan. Mm-hmm. En het is weer zo, wij als mens kunnen heel goed generaliseren. Dus we hebben een aantal voorbeelden en dan kunnen we een goede voorspelling, een goede diagnose maken op basis van weinig informatie. En dan vullen wij de gaatjes wel in. Computers zijn niet zo goed daarin, om op basis van enkele voorbeelden nu alle kankerproblemen of alle geneeskundige problemen op te lossen. Maar als je heel veel data hebt, kunnen zij wel de patronen eruit halen. En zij kunnen dan ook met nieuwe patronen opkomen die dan prospectief kunnen verder onderzocht en gevalideerd worden. Ja. Als we echt verder gaan denken naar een soort van futuristische toekomst, kan het dan zijn dat we spiegels hebben waar AI in zit en die moedervlekken meteen gaan herkennen en gaan aanduiden dat we kanker hebben? Ik zie niet in, waarom niet? Ja, absoluut. Ja. Het klinkt misschien heel futuristisch, maar bestaan er al zo'n zaken? Ik weet niet op basis van de spiegel dat het al bestaat, maar er zijn, en dat is dan misschien nog een nuance, er is data. Mm-hmm. Maar de vraag is dan ook, hoe wordt data opgemeten? Dus het voorbeeld wat dat u geeft is precies van, ja, je kunt een hele dure scanner hebben. Je kunt misschien hetzelfde doen met een fototoestel, mm-hmm. met een smartphone. En dan misschien een kleine camera in de spiegel die al goed genoeg is. Ja. Dus dat is ook een van de voordelen die ik zie van artificiële intelligentie. En ook breder dan kanker. Mm-hmm. Wat wij proberen te doen is data op te meten in ongewone omstandigheden, bijvoorbeeld in een thuisomgeving, die dezelfde informatie zou kunnen leveren als de arts in zijn labo. Mm-hmm. En natuurlijk, de arts ziet die patiënt één keer om de x weken, maanden. En ja, als je dagelijks een meetpunt hebt, kun je veel meer informatie opmeten, die één door de arts niet meer kan geanalyseerd worden, want het is gewoon te veel. En ten tweede, misschien zitten daar subtiele fluctuaties of niet zo subtiele fluctuaties in, die natuurlijk kunnen opgepikt worden en dan doorgestuurd worden. Goede data is belangrijk. Kan je die ook met wearables verzamelen? Absoluut. Ik heb er zelfs hier eentje meegebracht. Okay. Ik denk dat een mooi voorbeeld is hoe we extra data van onze patiënten kunnen opmeten. Mm-hmm. Dus dit is eigenlijk een EEG-kap. Dus het meet elektrische activiteit van de hersenen. U ziet, we hebben een aantal posities op het hoofd. Mm-hmm. Er zijn een aantal kabels in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als je een epilepsie-diagnose verwacht, of er is een vermoeden van epilepsie, dan is er zelfs geen draadloze amplifier, maar is dat echt dan een grote amplifier waar je aan vasthangt en je kan dus niet bewegen. Mm-hmm. Een kleine innovatie, zou je kunnen zeggen, is dat allemaal draadloos te maken. Maar natuurlijk, niemand wil met zo'n cap rondlopen en zeker niet als het warm weer is en je begint te zweten en zo verder enzovoort. Dus dan zijn wij ook gaan kijken en nadenken vooral over hoe kunnen we dat op een meer patiëntvriendelijke manier gaan opmeten. En bijvoorbeeld zie earbuds hebben we allemaal. We kunnen daar ook enkele elektrodes in aanbrengen, okay. ofwel in het oor ofwel achter het oor. En daarmee dus ook elektrische activiteit gaan meten. Kun je zeggen, is nog altijd niet heel comfortabel. Een andere vorm waar we ook aan gedacht hebben, is om een sticker. Deze is natuurlijk op het voorhoofd. Maar je ziet, dat is een sticker waar we de elektronica op geprint hebben. Mm-hmm. En dus dan kan die de data verzamelen op een patiëntvriendelijke manier voor langere tijden. Dus patiënten kunnen in principe niet thuis opgemeten worden. Ze moeten geen week in het ziekenhuis verblijven. En weer, we kunnen ook langer dan een week gaan meten. Dus bijvoorbeeld een van de grote voordelen in het domein van epilepsie, als je een epileptische medicatie voorschrijft, traditioneel zou de arts zeggen, ja, kom na 6 weken terug en rapporteer me of je veel seizures gehad hebt. Nu kunnen we eigenlijk na een week al zeggen, ja, zoveel seizures zijn er objectief gebeurd. Mm-hmm. Op basis van, ja, we hebben nieuwe data en we hebben ook goede AI-algoritmes om dat automatisch te detecteren. Mm-hmm. Dan zie ik daar ook nog een bril op zitten. Wat is dat precies? De bril is ook een van de gadgets. Dit is voor lichttherapie. Okay. Dus dit is op basis van om je circadiaanse ritmes
te meten en beter te reguleren. Want zoals we weten, zitten wij veel te veel achter onze computer s'avonds en krijgen we lichtvervuiling. Dus ook daar worden een aantal oplossingen voor bedacht om daaraan te werken en systematisch ook in gadgets die we toch op een of andere manier gebruiken, ook health-relevante, gezondheidsrelevante informatie mee op te meten en ook te stimuleren. Er zijn heel veel wearables en ik zeg altijd, ja, de smartphone van ons die heeft heel veel gezondheidsinformatie. We hebben allemaal inderdaad zo'n smartphone, we hebben die wearables. Weten die wearables eigenlijk ook niet meer dan dat een dokter zou kunnen weten? Die weten andere dingen. Ja. In sommige gevallen... Maar dat is een heel goed voorbeeld van die meten data op. Mm-hmm. Maar om die data aan labels te linken, heb je labels nodig. En de Apples en de Googles die hebben meestal niet die labels, gelukkig. Dat labelen, wat is dat juist? Het voorbeeld dat je daarvoor gaf van een kankertumor. Mm-hmm. Om dat te maken, je kunt dat ongesupervised doen, maar dat werkt niet zo heel goed. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat heel veel artsen alle tumoren nauwkeurig gaan aflijnen. En als je dan heel veel afgeleide voorbeelden hebt, ja, dan kan de computer proberen om dat na te doen. Alright, nemen we mee. De toekomst van AI en geneeskunde. Heel erg boeiend. Ik ben heel benieuwd wat er nog uitvolgt. Dankjewel, professor dokter ingenieur Maarten de Vos. Dan ga ik een stapje verder aan tafel. Dr. Giorgio Hallaert, u bent een neurochirurg aan het UZ Gent. Gebruikt u bijvoorbeeld al wearables en AI in jouw dokterspraktijk? Wearables niet, maar eigenlijk zijn neurochirurgen, denk ik, wereldwijd een van de early adopters. Wij gebruiken het bijvoorbeeld om van bepaalde gezwelziekten in de hersenen op scans vooraf intekeningen te doen. En daar worden wij nu al geholpen door die algoritmes. Dus die ondersteunen ons. Ja. Dat noemen wij semi-automatische holometrie. Het is natuurlijk heel basic voor wat u eigenlijk doet, maar het is een voorbeeldje ervan. Hè. Mm-hmm. Dus dat gebruiken wij eigenlijk al vele jaren. Okay. U bent neurochirurg en u behandelt kankerpatiënten. U behandelt hen specifiek voor glioblastoom. En u opereert dat met bioluminescentie. Ja. We beginnen bij het eerste. Wat is glioblastoom? Wel, dat is een heel bepaald soort tumor. Misschien heel kort even schetsen. We delen de hersentumoren natuurlijk in verschillende stadia, maar ook in verschillende groepen. Hier zitten we in de groep van wat wij noemen hersentumoren die uit de hersenen zelf ontstaan, niet uit de vliezen of de schedel bijvoorbeeld. Dat noemen wij dan gliomen, dat is een grote groep. Daarbinnen onderscheiden we typisch eigenlijk vier stadia. Graad 1 is zelfs goedaardig, maar graad 4 is de meest kwaadaardige vorm. En dat noemen we dan klassiek een glioblastoma. Dus eigenlijk is dat wel een heel ernstige aandoening, waarbij de patiënt ook meestal heel ernstige symptomen zal ontwikkelen. Mm-hmm. En wat maakt die glioblastoma zo agressief? Ja, daar gebeurt op dit moment eigenlijk nog heel veel onderzoek naartoe. Hij groeit vaak heel snel. Mm-hmm. Op het moment dat wij de diagnose stellen, zijn dat vaak al gevorderde tumoren, wat dan de behandeling ook wat moeilijker maakt, zeker ook uitdagender. Anderzijds weten we ook dat het gezwel zelf, qua kwaadaardigheid op het biologische vlak, heel maligne is. Dus de tumor zelf kan heel makkelijk ook de verdedigingsmechanismen zowel van het lichaam, maar ook van onze behandeling, omzeilen of zelfs tegenwerken. Mm-hmm. Dus wat zijn dan de overlevingskansen als je daarmee wordt gediagnosticeerd? Die zijn helaas nog altijd niet zo goed. Dus nu zitten we bij een wat wij dan noemen mediane overleving. Mm-hmm. Helaas in maanden van ongeveer 16 tot 18 maanden. Dus dat is werkelijk een heel kwaadaardige tumor. Mm-hmm. En daarmee moeten we ook zeggen, mits behandeling. Ja. Dus patiënten die niet volledig de behandeling kunnen doorlopen, zullen het helaas nog wat slechter doen. Mm-hmm. En komt het vaak voor? Gelukkig niet zo erg vaak. We zitten, als we de cijfers erbij pakken, ik denk ergens tussen de 3 en 4 nieuwe patiënten per 100.000 mensen. Dus in België per jaar. Dus in België zullen we ergens tussen de 350 en de 450 nieuwe patiënten per jaar hebben. Mm-hmm. Zoiets. Ja, van veel kankers weten we, ja, roken loopt risico op longkanker, alcohol, leverkanker. Er is wel een soort van correlatie. Is dat ook voor glioblastomen? Op dit moment kunnen we dat niet beweren. Dus er is geen wetenschappelijke zekerheid daarover. 1 risicofactor is wel beschreven, maar die geldt eigenlijk voor bijna alle hersengezwelziekten. Dat is voorafgaandelijke bestraling.
Okay. Dus stel dat je als kind of dergelijke, wat vroeger nog meer gedaan werd dan nu, een bestraling op de schedel of op de hersenen hebt ondergaan, dan loop je wat hoger risico, zoveel decennia later, om bepaalde tumoren te ontwikkelen. Onder andere glioblastoom. Maar er zijn al veel studies gebeurd, vooral retrospectieve grote studies naar bijvoorbeeld invloed van elektromagnetische straling, hoogspanningskabels, noem maar op. Maar daar is nooit met zekerheid een verband aangetoond. Ja. Dus eigenlijk is het antwoord nee. We weten geen risico. We kennen geen risicofactor. Glioblastoom, ernstige kanker, weinig overlevingskans, maar toch werkt u erop. Ja. Werkt u richting genezing toe of eerder richting het vergemakkelijken van de lijdensweg, als ik het zo mag zeggen? Nee, we proberen natuurlijk ons uiterste best te doen, maar ondanks vooruitgang kunnen we niet zeggen, kijk, we hebben toch een bepaald percentage van de patiënten die we uiteindelijk echt kunnen genezen verklaren. Nee, dus we werken vooral naar de ziekte zo lang mogelijk te stabiliseren, maar ook wel met behoud van levenskwaliteit. Mm-hmm. Dat is echt wel een evenwaardige doelstelling. Ja. En dan is natuurlijk de hamvraag, hoe doen jullie dat? Ja. We behandelen eigenlijk op een zeer agressieve manier. De patiënt die dat kan doorlopen, wordt eigenlijk eerst geopereerd. Dat is ons mandje als neurochirurgen. Mm-hmm. En daarna volgt een bijkomende behandeling die typisch bestaat uit bestralingen, gecombineerd met een heel welbepaald soort chemotherapie. De innovatie die eigenlijk recent gebeurd is, dat is dat wij het opereren nog preciezer en nog nauwkeuriger kunnen doen. Dat heeft twee grote voordelen voor de patiënt. A, ja, je snijdt zo min mogelijk hersenweefsel weg dat eigenlijk nog normaal is natuurlijk. Mm-hmm. En B, we kunnen toch de tumor zelf zo maximaal mogelijk verwijderen. Want dat is een stukje van het wetenschappelijke werk dat wij ook in Gent en nog in andere universiteiten gedaan hebben om echt aan te tonen dat het werkelijk een verschil maakt. Mm-hmm. Dus er was ook in andere oncologische domeinen heel vaak een discussie. Ja, maar maakt het echt uit om het gezwel echt weg te snijden? Of kunnen we beter meteen bestralen of dergelijke meer? Mm-hmm. Daar zit altijd wel wat evolutie in, naar gelang de inzichten. Maar in het geval van glioblastoma is werkelijk de tumor zo volledig mogelijk wegsnijden, als het zelfs kan met een zekere marge, werkelijk van levensbelang. Gaat de patiënt daar echt van profiteren? Maar er is natuurlijk een caveat. Het is en blijft hersenschirurgie. U begrijpt meteen dat er in bepaalde gebieden van de hersenen helaas heel gevaarlijke zones zitten die we in theorie wel kunnen wegsnijden. Maar dan ga je de patiënt zijn taal of spraak afnemen of zij wordt verlamd. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. En welke techniek gebruiken jullie dan om dat eventueel te omzeilen? Wat we nu kunnen doen, we hebben meerdere technieken daarvoor. Enerzijds gebruiken we beeldvorming, ook tijdens het opereren. Dat is een stukje wat ik net ook toelichtte. Ja. Anderzijds gaan we in bepaalde omstandigheden zelfs zo ver gaan bij patiënten die dat aankunnen om ze wakker te opereren. Okay. Want terwijl men wakker is, kunnen we eigenlijk de functies toch heel goed volgen. Zeker wat betreft taal en motoriek. Dat is gelukkig meer een uitzondering nodig dan een regel, hoor. En een heel belangrijke techniek die we nu eigenlijk quasi routinematig toepassen, dat is het gebruik van fluorescentie, waar u het over had. Hè. Mm-hmm. Wat betekent het heel kort? Wel, we gaan de patiënt een bepaald geneesmiddel laten drinken. Daarin zit een bepaalde stof. In het Nederlands noemen we die aminolivulaanzuur, maar afgekort ALA, uit het Engels acid. Dat wordt verwerkt door het maag-darmsysteem, dus gewoon drinken. En na pakweg anderhalf uur zal het ook al de hersenen bereikt hebben. Mm-hmm. Nu, wat doet het? Kort gezegd, het is een aminozuur dat we eigenlijk allemaal wel gebruiken in onze celcyclus, in het metabolisme, de huishouding van onze cellen. Maar in die glioblastoomcellen zit er net een kleine afwijking in dat metabolisme, waardoor zij dat stofje anders gaan verwerken. Wat betekent het? Als wij naar de tumor letterlijk gaan kijken, met gewoon licht, bitlicht, dan zien we gewoon de tumor zoals we dat gewend zijn. Maar als we een andere filter gebruiken in de microscoop, een UV-filter, dan gaat die tumor eigenlijk heel mooi roze-rood oplichten. Oké. Enkel de tumor. Enkel de tumor. Dus het is heel specifiek. Dat hebben we in heel veel studies aangetoond, waar je snapt wel de consequenties natuurlijk. En op die manier helpt dat ons en dus de patiënt om de tumor veel vollediger te kunnen wegopereren. Ik vraag me altijd af hoe er ooit een wetenschapper er dan opkomt om te zeggen, laat ik nu even mijn patiënten een siroopje laten drinken met ALA in en dan hopelijk lichten die cellen op die we nodig hebben. Nee, het was geen rechtstreeks onderzoek daarnaartoe. En ik denk dat de collega's kunnen bevestigen, in wetenschap speelt serendipiteit een enorme rol. Dus ze waren eigenlijk naar iets anders op zoek in die cyclus waar ik het daar over had. Dan en men stelde vast in het labo, het was een Duits labo, van goh, dat is nu wel toeval. Nu zien we die cellen in een celcultuur zien we die oplichten.
De onderzoekers toen zagen er niet veel graten in, maar toevallig was het neurochirurgisch, neuro-oncologisch labo bij wijze van spreken om de hoek. En een van de chirurgen die gespecialiseerd was in glioblastomen zei, aha, misschien kunnen wij daar wel iets mee doen voor bepaalde patiënten. En de rest is geschiedenis. Dan is het heel snel gegaan. Okay. Wanneer was dat juist? De eerste studies zijn gebeurd begin de jaren 2000. Maar u begrijpt, dan moest er heel veel onderzoek gebeuren om zeker te zijn dat dat bij de mens A werkte en B veilig was. Ja. Wij in Europa kunnen het in routine gebruiken sinds pakweg 2013-14. Maar om een voorbeeld te geven, onze Amerikaanse collega's hebben moeten wachten tot anderhalf jaar geleden, omdat de FDA zo kritisch was dat ze het eigenlijk nog niet op de markt wilden laten komen in Amerika. Ja. Ja. Okay. Maar het werkt zeer goed. En dan daarvoor was eigenlijk een operatie niet mogelijk zonder die bioluminescentie? Toch wel. Maar de operatie gebeurde dan eigenlijk op een andere manier, waarbij de chirurg dus vooral moest betrouwen op de beeldvorming en op de eigen kennis en kunde om in te schatten wanneer zo'n gezwel volledig zou verwijderd zijn. Mm-hmm. Maar belangrijk is misschien om even op te merken, zoals ik zei in het begin, het gezwel ontstaat uit de hersenen zelf. Dat betekent dat het zich ertussen weeft. Mm-hmm. Dus op een bepaalde zone zie je heel duidelijk, dit is tumoraal weefsel, dat is volledig afwijkend. Maar naar de buitengrens van de tumor toe is er een soort omslagzone die eigenlijk meer normaal lijkt. En het is juist in die omslagzone dat die fluorescentietechniek een enorm verschil kan maken. Het klinkt allemaal superveelbelovend, maar niets is perfect. Dus wat zijn de tekortkomingen nog aan deze techniek? Dat we eigenlijk nog altijd de tumor, ondanks chirurgie, niet volledig kunnen weghalen. Wij vermoeden, heel kort, dat daar een ander probleem onder zit. Mm-hmm. Namelijk dat er een soort stamcel bestaat die die tumor aanstuurt. En dat wij eigenlijk de tumormassa weg kunnen nemen. Als je het vergelijkt met een boom. We hakken de boom om. Maar de wortel ergens diep in de hersenen blijft zitten. Mm-hmm. En daarom keert die terug. Ja. Dus de patiënten gaan helaas overlijden aan een recidief van dat gezwel. Dus het blijft terugkeren, ondanks operaties soms. En ondanks soms herhaalde bestralingen. Ja. Zou dat ooit kunnen, dat we aan die stamcel geraken? Of ja, ik geloof het absoluut wel. Maar ik denk dat we wel moeten durven zeggen, het is niet iets voor morgen of zelfs volgende week. Dat is heel belangrijk en zeker ook zelfs niet voor volgend jaar. Maar er zijn daar voorzichtige stappen in het klinisch fundamenteel onderzoek die ons op dat pad leiden. We moeten het wel nog beter begrijpen. Maar op het moment dat we die fundamentele zaken beter begrijpen, gaan we er ook beter kunnen op ingrijpen. Persoonlijk denk ik niet, ondanks dat ik neurochirurg ben, dat de genezing zal komen van de chirurgie alleen. Dat denk ik niet. Ik denk dat het toch een vorm van chemo- of immunotherapie, met een ander woord, zal worden in de toekomst. Mm-hmm. Maarten, als je dit hoort, denk je dan, ik spring mee op de kar en ik ga de glioblastomen met AI te lijf? Maar er zit enerzijds de AI voor de beeldvorming zit er impliciet wel in. Ja. Ik denk dan ook, zo, uw vraag van komt een molecule of een vinding uit de lucht gevallen. Nee, er is serendipiteit. Maar natuurlijk, AI kan ook helpen met heel veel potentiële markers te gaan screenen en te gaan kijken. En dan is dat weer die data-gedreven AI die gaat kijken van ja, wat kunnen we opmeten, wat kunnen we patiënten langer volgen, zeggen van deze zijn beloftevolle markers die verder onderzoek gezocht kunnen worden. Mm-hmm. Dus daar is zeker potentieel. En ook gewoon het feit dat we een hoop basisvariabelen van patiënten kunnen meten en al die patiënten kunnen opvolgen, kunnen ook weer gaan zeggen van welke patiënten hebben het meeste belang bij chirurgie, wat was de grootte van de tumor. Ik ben geen glioblastoom-expert, maar er zijn beslist een hele aantal variabelen waar dat de artsen nu naar kijken, die dan ook meegenomen worden om dan in een AI gesteund algoritme. Ik denk dat er zelfs nog een andere laag is, namelijk qua de radiologen. Ik ben zelf geen radioloog, maar ik kijk natuurlijk wel naar die beelden. Maar wij letterlijk kijken naar de beelden. Maar de pixels en de metadata, daar kijken wij niet naar. Maar daar kan artificiële intelligentie een enorm verschil maken. Er zit eigenlijk nog een wereld van data achter de visuele data, waar wij naar kijken. Ja. Daar is een pancreaskopcarcinoom, een evolutie bezig. En een glioblastoom ook, maar langzaamaan. Oké. Okay. Ja. Er valt nog van alles te ontdekken. Dat is zeker en vast duidelijk. Dankjewel, Maarten. En dankjewel zeker en vast ook, Giorgio. Dan gaan we over naar de derde onderzoeker aan tafel.
Ja, kanker kan je behandelen met chemotherapie. Dat heeft George wel kort aangehaald. Maar chemotherapie, dat blijft toch nog altijd een therapie met zeer veel bijwerkingen. Misselijk voelen, belabberd voelen, armen of benen kunnen opzwellen. En ze verliezen ook vaak hun haar. Jolien Robijns, jij bent onderzoeker aan de U Hasselt. Jij zoekt niet naar kankerbehandelingen, maar wel naar een manier om het makkelijker te maken voor zij die een behandeling moeten ondergaan. Zeg ik dat juist? Ja, klopt volledig. Het is inderdaad zo, dat al aangegeven is, er zijn heel veel verschillende soorten kankerbehandelingen mogelijk. Gaan van chemotherapie, chirurgie, immuuntherapie, doelgerichte therapie. Maar het nadeel van heel veel van die kankerbehandelingen is dat het ook heel wat nevenwerkingen met zich meebrengt, zoals jij al aangaf. Waaronder al die misselijkheid, vermoeidheid. En haarverlies is inderdaad een van de mogelijke nevenwerkingen die kan optreden. Omdat chemotherapie in dit geval niet enkel die kankercellen gaat aanvallen of die kankercellen gaat beschadigen, dat ze minder snel gaan delen en uiteindelijk gaan afsterven. Maar die gaat ook de gezonde cellen in het lichaam gaan aanvallen. Want het is een therapie die een volledig lichaam eigenlijk gaat beschadigen. Mm-hmm. En het gaat voornamelijk de cellen die een heel snelle regeneratie hebben, heel snel gaan delen, die gaan vooral heel gevoelig zijn voor die chemostatie. Mm-hmm. En dat zijn dan onder andere... Onder andere haarcellen, ja. Klopt. En welke oplossing werk jij aan op dit moment? Wij onderzoeken onder andere of we door middel van lichttherapie of de iets wetenschappelijkere naam fotobiomodulatietherapie kunnen gebruik maken om die haargroei eigenlijk terug te herstellen of te stimuleren na afloop van de behandeling. Hoe moet ik mij zo lichttherapie voorstellen? Nu, je ziet de helm op tafel liggen. Ja. het lijkt eigenlijk een beetje op een fietshelm. Mm-hmm. Het is eigenlijk een helm die we aan de patiënten meegeven na afloop van hun chemotherapie. En je ziet hier aan de binnenkant een aantal strips zitten. En daar eigenlijk komt licht uit. In dit geval zichtbaar rood licht. Mm-hmm. En dat zorgt er eigenlijk voor dat op die manier de haargroei gestimuleerd kan worden. Het licht gaat eigenlijk geabsorbeerd worden door de haarcellen. Mm-hmm. En dat licht zet bepaalde moleculaire processen in gang. En een van de belangrijkste processen is eigenlijk de aanmaak van een heel belangrijk energiemolecuul in de cel, dat is ATP. En het is eigenlijk dat molecuul dat ervoor zorgt dat het herstelproces eigenlijk van de haarcellen in gang gaat zetten. Maar daarnaast gaat er ook een verbeterde doorbloeding zijn op de plaats waar eigenlijk belicht wordt. Mm-hmm. Dus betere doorbloeding, meer zuurstof, ook weer herstelbevorderend. En tenslotte gaan er bepaalde moleculaire stofjes eigenlijk worden aangeschakeld die enerzijds ook herstellend werken, maar daarnaast ook ontstekingsremmend en pijnstillend. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een notendop hoe het werkt. Ja, en mag je die helm eens aanzetten of is dat licht dat ik niet zal zien? Ik kan hem aanzetten, maar je gaat het niet zien, want het gaat pas effectief werken als het op het hoofd staat van de patiënt of van de persoon die hem draagt. En zo één behandeling duurt ongeveer 20 minuutjes. En het is een vrij eenvoudige behandeling. Dus de mensen gebruiken het vaak als ze een boekje lezen of als ze televisie kijken. En ze gebruiken het voor 3 keer per week. Dus het is een vrij eenvoudige therapie. Okay. Bestond er al iets anders om haarverlies tegen te gaan? Er is inderdaad een gestandaardiseerde therapie die we kunnen gebruiken in het ziekenhuis. Dat noemen we ook hoofdhuidkoeling. Dat is een soort van ijskap die de mensen op hebben tijdens hun chemotherapie. Dus als de chemotherapie inloopt bij de patiënten. En het principe van ijskap is dat eigenlijk de hoofdhuid gekoeld wordt, waardoor enerzijds de bloeddoorstroming naar die haarcellen verminderd wordt, waardoor er minder chemotherapie naar die haarcellen zal toegaan. En daarnaast, omdat die haarcellen het koeler hebben, het koud hebben, gaat ook het metabolisme van die haarcellen afnemen, waardoor de effecten van de chemotherapie ook minder gaan zijn. Mm-hmm. Nu, het nadeel van die hoofdhuidkoeling is dat het niet bij iedereen werkt. Het hangt ook heel sterk af van welke soort chemotherapie er gebruikt wordt, welke dosis er gebruikt wordt. En daarnaast brengt het ook wel wat nevenwerkingen met zich mee. Dus een koeling, dus in eerste instantie kan het heel pijnlijk aanvoelen of wat hoofdpijn veroorzaken bij de mensen. Mm-hmm. En daarom zien we dat al vaker in het ziekenhuis, dat na 2-3 beurten met de hoofdhuidkoeling, dat we toch zien dat de mensen stoppen met de therapie, omdat het toch te nefast is om te kunnen verdragen. Ja. Hoe realistisch is het dat ze binnenkort geen ijshelmen hebben, maar lichthelmen in het ziekenhuis? Nu, we hebben 1 studie afgerond in het ziekenhuis, waar we vooral gekeken hebben naar het therapeutische effect van de lichthelm. Waarbij we vooral zagen, wanneer we een vergelijking maken tussen mensen die dan de lichthelm meekregen en mensen die dan geen lichthelm gebruikten na afloop van de chemo, zagen we voornamelijk in
1 maand na chemotherapie dat de haargroei veel beter was bij de mensen die dan de lichthelm gedragen ten opzichte van de mensen die geen lichthelm hadden. Wat we nu vooral willen doen is, kunnen we ook preventief gaan gebruiken van deze lichthelm. Dus nu gebruiken we dit in een studie waarbij we de mensen de lichthelm al meegeven tijdens dat ze de chemotherapie krijgen, ook weer in combinatie met de hoofdhuidkoeling. Om op die manier eigenlijk naar het preventieve aspect te kijken. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen van die lichthelm? Het is eigenlijk een idee dat al een aantal jaren bij ons in het ziekenhuis en op de universiteit borrelt. Maar het eerste oorspronkelijke idee is ontstaan in de late jaren 60. Dus professor Dr. André Mester, een Hongaarse arts, wou eigenlijk een experiment uitvoeren met ratten. En hij wou eigenlijk lichttherapie, of in dit geval lasertherapie, gebruiken om kankercellen te vernietigen. Oké. Dus wat hij gedaan had, hij had 2 ratten genomen en hij had die eigenlijk opengesneden, eerst kaal geschoren, dus de haren goed verwijderd waren. En dan had hij kankercellen geïmplanteerd. En hij wou dan op die manier die regio waar die kankercellen zaten gaan behandelen met die lasertherapie. Om die kankercellen te doen vernietigen. Maar wat zag hij? Na zijn behandeling, die kankercellen zaten er nog steeds. Er was eigenlijk geen effect daarop, die gingen niet weg. Maar hij zag wel op die plaatsen waar hij die lichttherapie had toegepast, dat het herstel van die wondes en dat de haargroei eigenlijk veel beter terugkwam ten opzichte van de regio waar hij geen lichttherapie had toegepast. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een beetje de grondlegger van dit principe van die fotobiomodulatietherapie, dus eigenlijk de eerste aanzet daartoe. Dus waarschijnlijk had hij in zijn toestel dat hij gebruikt had verkeerde instellingen gebruikt, waardoor hij eigenlijk geen vernietigend effect creëerde, maar juist een herstellend effect had gegenereerd. Schitterend. Ja, ik dacht eigenlijk altijd dat die, ja, als je kanker hebt, dan zou die haaruitval het minste van je zorgen moeten zijn. Maar je zegt die haaruitval doet gigantisch veel zeer. Had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Klopt. Dus ongeveer 10 tot 17 dagen na de eerste toediening van de chemotherapie beginnen de haren lichtjes uit te vallen. En meestal begint dat bij de hoofdhuid en de rest van het lichaam, van lichaamshaar gaat uiteindelijk ook uitvallen. Maar dat kan ook inderdaad gepaard gaan met een pijnlijk gevoel. Een beetje een soort van heel strakke paardenstaart waar je eigenlijk aan trekt. Daarbij moet je een beetje vergelijken. En daarom opteren mensen ook al heel snel om hun haren zelf af te scheren of te verwijderen. Omdat eigenlijk dat effect of dat nefaste gevoel eigenlijk juist tegen te gaan. Mm. En inderdaad, het is heel visueel zichtbaar. Dus heel vaak krijgen de mensen een stempel. Oké, dat is een kankerpatiënt, want deze persoon heeft geen haar. En dus dat heeft een heel grote impact op het zelfbeeld van de patiënt. En dat hebben we ook gezien in onze studie. Als we daar een bevraging naar deden, zagen we dat een serieuze impact had. En als we dan de mensen bevroegen die de lichthelm hadden, zagen we toch wel dat dat een positief effect had. En dat zelfbeeld ook wel veel beter was bij de mensen die de lichthelm gebruikten. Oké. Mm-hmm. Dus mentaal welzijn gaat er dan ook op vooruit. Ja. Jojo, is dat ook jouw ervaring bij jouw patiënten, dat die haaruitval toch een grote impact heeft? Ja. Ik moet wel zeggen, in mijn vakgebied, neuro-oncologie, een beetje paradoxaal misschien, is haaruitval eigenlijk maar zelden aanwezig. Okay. Dat komt omdat de technieken van de bestraling tegenwoordig zo goed zijn dat de haren meestal wel een beetje getroffen worden, de haarfollikels, maar niet meer zoals vroeger. En het is meestal door chemotherapie dat de haaruitval wordt geïnduceerd. En de vorm van chemotherapie die meestal bij het glioblastoma gebruikt wordt, heeft dat niet als bijwerking. Okay. Dus in dat opzicht hebben die patiënten op dat gebied dan het betere voor. Ja. Mm-hmm. Maarten, wat denk jij hiervan? Ben je ook al volop aan het nadenken over lichttherapie en artificiële intelligentie? Nee, maar ik kan wel zeggen, we hadden een studenten vorig jaar die eigenlijk op de afdeling dagoncologie hebben rondgelopen. Mm-hmm. En dat was een innovatieproject. Dus wij hadden weer zo interdisciplinair een arts samengezet met een ingenieur, met een designer, met iemand die weet van business. En die hebben dus 6 weken geobserveerd in de dagzaal van oké, wat zijn nu de problemen die daar aan bod komen. Die hebben dan een waslijst gemaakt van 100, 200 niets. Dus problemen die potentieel een oplossing zouden kunnen krijgen. Ja. En ze gaan dan met een heel aantal filters gaan kijken van wat is nu de belangrijkste? Of waar is nu het grootste probleem? En zij kwamen dus ook bij, die koelingssystemen die zijn veel te groot, die worden niet systematisch toegepast. Dat vraagt ook tijd om dat op te zetten. En dat is een gigantisch probleem. Mm-hmm. Dus ook zij hebben gedacht van, kunnen we dat ook niet... niet op basis van lichttherapie, maar ook op basis van andere technologie,
beter maken en ook meer comfortabel voor de patiënten. En is daar al iets uitgekomen of was het nog... Ze zijn er nog aan bezig. Ze zijn er nog aan bezig. Zeer spannend. Maar bon, ik concludeer, Jolien, dat binnenkort iedereen aan de lichttherapie gaat in combinatie met chemotherapie. Dat is onze toekomststroom, maar we moeten eerst nog wat onderzoek doen voordat we daar eigenlijk echt concrete adviezen rond kunnen geven. Dus, ja. Oké. Okay. Ja. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Ik zei het al, het is niet omdat het over kanker gaat dat het per se deprimerend moet zijn. Er zijn heel veel mooie oplossingen. Maar ik onthoud vooral dat aan alle universiteiten heel hard wordt gewerkt op allerlei domeinen om kanker te behandelen en ook een leven met kanker aangenamer te maken. Dank je wel, Jolien Robijns, Giorgio Hallaert en Maarten de Vos. Wil je nog meer weten over kankeronderzoek? Dan hebben wij daar nog heel veel podcasts en video's over gemaakt. Die kan je allemaal vinden op universiteitvanvlaanderen.be, VRT Max, Spotify, YouTube. Abonneer je op ons kanaal en je mist nooit meer een nieuwe video of podcast. Tot dan!